Welkom bij de kanaal van de Game Contenters. Vandaag gaan we een potje FIFA 22 spelen. Ik nodig je uit om tot het einde te bekijken hoe wij een potje FIFA 22 spelen. Wellicht kan je er iets van leren voor je eigen gameplay. Ik zou kiezen voor een klassieke wedstrijd. Ik zou starten met FC Twente tegen Vitesse. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je en vergeet het belletje niet voor meer. De weergoden laten zich vanmiddag van hun beste kant zien. De beste kant van de weergod is de voorkant of de achterkant, dat maakt niet uit. Er staat een belangrijke wedstrijd op het programma. Van harte welkom iedereen. Ik ben Siert de Vos en naast me zit Jeroen Gruter met vandaag een wedstrijd in de Eredivisie. Een interessante wedstrijd zeg, Jeroen, voor de liefhebbers vooral. Het heeft er alle schijn van dat we 90 spannende minuten tegemoet gaan, Siert. Laat de bal maar rollen. Komt steeds iets verder. Nee, die aanval bloedt toch dood. Daar houden ze de bal toch mooi binnen. Hij grijpt in, maar het gevaar blijft. Direct druk zetten, dat werkt hier. Listige steekbal. Ja hoor, hij zit. Het openingsdoelpunt valt al vroeg in de wedstrijd. Bij dit doelpunt komt zoveel kwaliteit samen. Eerst die voortreffelijke steekpaas. En vervolgens kan hij verwoestend uithalen. Ja, het lijkt wel een raket die zo langs de keeper inslaat in het doel. Het eerste doelpunt is gemaakt. Stand is 1-0. Met die actie komt hij weer in balbezit. Blijft aan de bal. Een succesvolle tackle op eigen helft. In de diepte gespeeld. Nee, de paas wordt te laat gegeven. Het is buitenspel. Toch een mooie loopactie. Ja, die paas die was op zich prima. Maar je moet het wel op het juiste moment doen. Dit was te laat. Oh, wat een kans. Zwak verdedigend werk. Wat gaat hij doen? En hij maakt hem. Koek, koek. Ze staan weer gelijk. Dit is nog eens omschakelen. Hè? Dat is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij wordt onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. Maar vervolgens wordt die speler stevig aangepakt door de verdediging. En eigenlijk is het dan heel knap dat hij zijn evenwicht nog weet te bewaren. Hè? Want het is gewoon ijzersterk dat hij de bal dan toch nog weet binnen te werken. En het staat weer gelijk. 1 tegen 1. Hij is van de bal gezet. Nee, dat is goed gezien. En daar is de verdediger even helemaal de weg kwijt. Schiet kans. Ja, alweer een doelpunt. Koekoek. Nou, dat is wel heel kort achter elkaar. Twee doelpunten zo snel achter elkaar. Wat een klap voor die tegenstander. Ja, die krijgen echt geen enkele tijd om op adem te komen. En hier, vanuit dit perspectief. Het verschil is minimaal. Het staat 2-1.
achter de linie is gestoken. De doelman kan zich opmaken voor een doeltrap. Ja, en op de tribune zijn ze niet blij met die beslissing. De mensen zijn ervan overtuigd dat het een strafschop was. Goeie tackle en bal terug in bezit. Laat zich terugzakken om de bal op te halen. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Vitesse weer in de aanval hier. En een eenvoudig blok. Goed gezien, jongen. Steekbal wordt geneutraliseerd voordat hij serieus voor gevaar kan zorgen. Oussama Tanane. Goed afgepakt. Dat heeft hij uitstekend gezien. En hij komt eruit met de bal. Het gevaar is nog niet geweken. Hij raakt binnenkant bal en ratatatata, hij gaat erin. Uit deze hoek kun je zien hoe mooi die bal tegen de binnenkant paal gaat. Nou zeg, ik dacht eerst dat hij naast zou gaan. En we hebben nu een stand van 3-1. Nog steeds op weg naar het doel. Gevaar is geweken, de bal is weg. Zo'n paas moet je niet aankomen, die is voor de tegenstander. Nou, die steekbal lijkt aan te komen. En de doelman met een redding. Het balbezit is vaker voor de thuisploeg. En zoals ze hier heersen op het middenveld, zou het me niet verbazen als ze een overtuigende zege boeken. Tegenpartij aan de bal. Voor de blessuretijd telt de vier official 1 minuut bij. En daar zit hij gewoon goed tussen. Hierbij gaan we de rust in. 3-1. We gaan gauw verder naar de tweede helft om te zorgen dat we onze score kunnen verbeteren. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, ik blijf het zeggen, abonneer je. Des te meer leuke games er online komen. En de scheidsrechter fluit. De tweede helft is begonnen. Ja, daar zit hij goed tussen. Offensieve intenties bij de Arnhemmers. De bal raakt de speler en gaat uit. Inworp. En dan nu klaarleggen voor een mooie voorzet. Na die tackle is hij de bal kwijt. Lekkere steekpaas. En hij is ontsnapt. Voorzet en veel ruimte nu. Een prachtige uithaal. Oh, wat mooi. En die bal ligt in het net. Fantastische volley. Ja, dit is er een voor het Rijksmuseum. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe sneller wordt omgeschakeld. De kans die op deze manier ontstaat,
wordt ijskoud afgerond. De bal stuit het op. En dan de volley. Perfect langs de keeper. We gaan verder met dit duel met een score van 4-1. Nummer 11, Quincy Mene. Dit kan maar eens een kans opleveren. Matoush Bero. Ja zeg, redding door Oenestaal. Corner van Oussama Tanane. Nee. Die bal moet je beter wegwerken. Goed ingegrepen en de bal weer in bezit. Daar schiet hij op doel. Oh, helemaal gestrekt. Wat een redding zeg. Ja, het is lang geleden, maar zo stopte Jan van Beveren ze vroeger ook. Er zit iemand tussen. Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Ze komen opnieuw in balbezit. Er komt iemand helpen. Tanane. Op het doel. Hij raakt die bal vol. Wat een knal zeg. Ja, en hij gaat maar net naast. Hè? Anders was het een doelpunt geweest. Die bal is hij kwijt. Paas wordt eruit gehaald. En alle bezoekers in het Oussama Tanane. Van deze wedstrijd worden gevoerd. Daar is het schot. Oenestaal houdt me goed tegen. Deze wedstrijd wordt opgenomen. Dank voor uw aandacht. Bal wordt voor het doel gebracht. Redding, spel gaat verder. Ja, dit zijn de reddingen die het verschil maken, hè, Siert. Hier laat hij zien wat hij kan. Nog 20 minuten reguliere speeltijd resterend. En dan de voorzet. Goed geanticipeerd op die bal. Gevaar geweken. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Nog steeds gevaarlijk. Zo, die zit er mooi in, zeg. Dit is nog eens omschakelen. Hè? Dat is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij hebben onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. De voorsprong is nog groter geworden. En gezien de stand en de tijd is deze wedstrijd wel gespeeld. Die steekbal lijkt aan te komen. Op tijd bij de bal en meteen onderweg. Ja, wat een knap doelpunt is dat. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een mes scherpe counter. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. We gaan verder spelen. En de stand is 6 tegen 1. De tegenstander weet hem niet af te stoppen. Vroeg onderschept die bal. Nu kan de voorzet komen.
Goed ingegrepen en meteen balbezit op de helft van de tegenstander. Dat loopt goed af met die ingreep. Ruimte op de flank nu. De voorzet wordt vakkundig geblokkeerd door de verdediger. Hij heeft een mooie reactie in huis op die inzet. Bal buiten de lijnen, hoekschop. Wisselkomst bij Vitesse. De coach ziet reden om te wisselen. Nummer 14, Oussama Tanane. En de vervanger is nummer 40, Daan Huisman. Komt de hoekschop in het midden. Er zit iemand tussen. Hij rukt verderop. Voorzet recht voor het doel. Halfslachtige poging om de bal weg te werken. Matus Bero. Daar kan hij worden geholpen door een medespeler. Tackle in het eigen doelgebied. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Die counter zag er gevaarlijk uit. Maar strand dus. En dan is dit duel ook weer afgelopen en winnen ze. Hierbij winnen we de wedstrijd. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je. Heb je nog geen like achtergelaten op een van onze video's? Laat dan een like achter. En voor nu bedank ik je voor het kijken. En tot de volgende gameplay.